Voor Rikstmeijer is Tialf een meer dan vertrouwde omgeving. Jarenlang kwam de 29-jarige Heerenveense eruit in tal van langebaankampioenschappen. De absolute top haalden ze nooit, de subtop zeker wel. Toch stapten ze deze zomer over naar de marathon, naar de ploeg van MK Basics. En de vraag is toch vooral waarom? Omdat ik ook iets toe was aan iets nieuws. Ik heb heel lange baan gedaan en vorig jaar superseizoen gehad. En nu was ik gewoon toe aan een nieuwe uitdaging en kreeg de kans eigenlijk in mijn schoot geworpen. En ik heb ja gezegd en geen spijt van. Overstappen naar een superseizoen, dat moet jij even uitleggen. Nou ja, het is, als je in Nederland echt met de top mee wil doen met schaatsen, moet je er ook echt heel hard voor werken. En ik heb er gewoon nog een baan naast en alles, dus dat op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Superseizoen gehad, alle PS verbeterd en dan moet je grens trekken. En die grens was daar. En dan is dat superseizoen gewoon een mooi einde van je lange baancarrière geweest? Uiteindelijk wel, ja. Gewoon proberen om de lange afstanden nog wel wat te rijden, maar de sprint gebeuren, daar moet je zo hard voor trainen. Dat is klaar. Rikstmeijer werd binnengehaald door het team van MK Basics, waarin ook Mireia Reitsma en Wietike Kramer uitkomen. Voormalig collega's van de lange baan en vriendinnen, waardoor Meijer zich meteen als een vis in het water voelt. Ja, zeker. Ik ken alle meiden eigenlijk ook al en best wel goed. En het is lange baan gebeuren, het overstap naar de marathon en dat klikt. Dat gaat super. Maar de wetten van de marathon, die zijn meestal moeilijk. Ja, die zijn iets pittiger, ja. Het gaat ook wat langer door dan 7,5 en 12,5 rondje. Maar het gaat echt supergoed zo op deze manier. We weten precies wat we aan elkaar hebben, dus prima. En het rijden in het peloton, want dat is precies waar de meeste lange baandames meestal moeite mee hebben. Ja, het is redelijk van je afslaan hier en daar. Maar goed, dat moet gewoon even wennen. En ik denk dat iedereen in het peloton ook even aan jou moet wennen. En dat gaat op een gegeven moment wel. Het is het begin van het seizoen, dus dat zal vast wel loslopen. En waarom is het dat je er zoveel plezier in hebt? Schaatsen, hè? Het is gewoon, schaatsen op zich is schitterend om te doen. En ik hoop dat ik het nog heel lang mag doen. En op deze manier toch nog in de wedstrijdsport blijven is echt super. En is het dan ook leuk dat het misschien een stuk ongedwongener is dan een lange baan? Ja, het is misschien wel meer afzien, maar de druk is natuurlijk ook minder. Je weet wat je moet doen, maar je hebt veel langer de tijd om dat ook daadwerkelijk te doen. Terwijl lange baan echt start, finish en focus en gaan is. Het is iets vrijer, maar zeker niet minder zwaar. Meijer liet zich in de tweede race van de KPN Marathon Cup in Tialf nadrukkelijk zien. Ze zat vaak van voren en was betrokken bij meerdere ontsnappingen. Dat is, zegt ze, de manier waarop ze graag de marathon wil invullen. Ja, aanvallen is de beste verdediging. Hè? En het team wil ook graag aanvallen. En meerijden in een peloton kan iedereen in principe wel. En het is natuurlijk op deze manier toch een onderscheid maken. Dat vind ik echt schitterend om te doen. Dus zeker. Je eerste overwinning, een kwestie van tijd? Ik hoop het. We gaan er wel voor.